Het nieuwe waarnemend hoofd van de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname wil een goede samenwerking hebben met de media. Milton Bishop vindt het daarom belangrijk dat de communicatie en informatiestroom naar buiten toe vooral via de pers moet. Het ligt niet in de bedoeling de informatie achter te houden. Natuurlijk zullen we niet altijd in een rap of snel tempo gedetailleerde informatie naar buiten kunnen publiceren. Maar in ieder geval zullen wij de samenleving niet onthouden van informatie. We weten dat de mensen zitten te popelen, mensen zitten met vragen. Mensen zitten soms ook met maar hoe, wat, waar issues. Wij willen ook via uw platform, uw media, bedrijf, instelling, organisatie, noem maar op, de samenleving voorzien van informatie. Nou, ik zit al 17 jaar bij de politie en ik heb meer gewerkt bij de recherche onderzoeksdiensten. In 2014 heb ik mijn bachelor in journalistiek, thans communicatie, in de journalistiek behaald. Daarnaast heb ik ook een master degree in strategisch management en we blijven gewoon nog aan de weg timmeren. Ik ben ook nog studerende. En laat me dit zeggen, van huis uit ben ik ook een communicatieman geweest, los van de opleiding. Bishop zegt verder dat er plannen zijn om de publiciteitsdienst van het KPS verder te vernieuwen. De gap die er is tussen de politie en de samenleving wil Bishop doorbreken. In ieder geval wil ik meegeven, de politie kan het niet alleen doen. De politie is en blijft uw beste kameraad. Wat wij wel moeten doen, wij moeten gezamenlijk. We zien dat de delen van de samenleving nog te ver zijn. Ja, we zijn te ver van de politie. Wij moeten gezamenlijk optrekken. Ja, de politie is geen vijand van de samenleving. Wij moeten gaan kijken en we moeten het ook stellen als een van onze randvoorwaarden om te zeggen, we gaan het gezamenlijk doen om de criminaliteit te ontmoedigen. We weten ook dat de criminaliteit soms een dalen, een piek, een stijgend trend vertoont, maar ik zeg, ja, dat wij gezamenlijk de criminaliteit moeten ontmoedigen. En hoe kunnen we dat doen? Begin de sociale controle op te voeren. Ook al wilt u anoniem zijn, kunt u een wezenlijke bijdrage leveren om de criminaliteit te ontmoedigen. Ik wil de samenleving oproepen, ja, om niet op te geven. Maar begin een steentje vanuit uw discipline, een steentje bij te dragen. Bishop hoopt niet dat de samenleving door de afgelopen 2 jaar de politie als een vijand ziet. Een integrale aanpak tussen de politie en de samenleving is in de toekomst dan ook van essentieel belang.